Hallo, ik ben Monique en vandaag wil ik je graag iets vertellen over symboliek. We hebben een bewustzijn dat omvat alles waarvan we ons bewust zijn, wat we weten van onszelf en wat we zien. Maar daarnaast is er ook een onbewuste en dat is alles wat we niet weten, niet zien. Maar toch is dat een informatiebron voor ons. Hè? Er zit heel veel in de onbewuste wat we goed zouden kunnen gebruiken en daarvoor is het handig om de taal van het onbewuste te leren verstaan en dat is een symbooltaal. Symbolen die kun je eigenlijk overal tegenkomen in het dagelijks leven. Het zijn eigenlijk vaak van die toevalligheden, van die dingen die ons pad kruisen en die dan een betekenis voor ons krijgen. En dat is heel persoonlijk. Wat voor de een een symbool is, hoeft dat van de ander helemaal niet te zijn. Het gaat erom de ervaring die jij met dat symbool hebt. Je kunt symboliek niet verklaren uit een zuiver rationele benadering hè, van oorzaak en gevolg. In feite staan onze overtuigingen dan vaak ook in de weg. Het is juist het openstaan voor de dingen die je niet kent, niet weet, niet begrijpt en het irrationele dat het mogelijk maakt om die ervaring te hebben. En lukt het je nou om die verbinding tussen bewustzijn en onbewust tot stand te brengen, dan kan dat echt een verrijking van je leven zijn. En ja, de rationaliteit die hoeft niet weg, zeker niet. Het is niet zo handig om die buiten, om die de deur te wijzen, want die heb je nodig om die ervaring te integreren. En als je dat lukt, ja, dan kan er echt van alles gebeuren en dat kan echt heel bijzonder zijn. Dus ik kan het je van harte aanbevelen om daarmee aan de slag te gaan en het gewoon eens uit te proberen.